klanten in de winkel. Dan is dat voor elke vereniging om leden te hebben, wordt dat inderdaad ook 25% minder. Dus als wij zo doorgaan, dan hebben we echt een probleem. En dat hadden wij geconstateerd. En daarom zeggen we, het moet breder gaan dan over een MFA. Het moet gaan over de leefbaarheid. En als wij kijken, dat zien jullie op het scherm, dan zie je vooral eigenlijk de 20 tot 40 jaar groep dat die het minst vertegenwoordigd is. Dat is natuurlijk de doelgroep voor het onderwijs. Maar het is ook de doelgroep van de leefbaarheid. En waarom is die het minst vertegenwoordigd? Niet omdat wij de jongeren niet hadden, maar omdat we de jongeren niet kunnen houden. En dat heeft enerzijds te maken met betaalbare woningen, maar het heeft anderzijds ook te maken met hoe we als gemeenschap natuurlijk opereren. En daar kunnen we natuurlijk wel veel aan doen. Ook over het bouwen. Het staat bij, in ieder geval bij FIFA wel als speerpunt nummer 1. Zorg dat we doorstroming voor de ouderen en dat jongeren ook in ieder geval een woning straks krijgen. Ja, ik weet... Nou, laat ik even zeggen, ik nodig even de voorzitter uit van de dorpsraad, de voorzitter van de Joffershof en de voorzitter van Stichting Laurentiuskerk om naar voren te komen. En de... Ja, mag ik jullie verzoeken om naar boven te komen? En wij hebben de afgelopen tijd in ieder geval de hoofden bij elkaar gestoken om te zeggen, ook dit jongens, daartoe zijn wij in staat in Vierlingsbeek in Groningen. Daar moeten we mee, maar daar willen we ook wat mee. En die intentie, wat wij hier hebben, dat zal uitgesproken worden door de voorzitter van de dorpsraad namens alle partijen. Verzoeken, einde. De gemeenteraad van het land van Kuik, op basis van een nog uit te werken voorstel, de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. Aldus opgetekend te Vierlingsbeek op 9 maart 2023. En dan namens onze vier organisaties hebben dat van elke organisatie hebben dat 2 mensen ondertekend. Dat was het. Nou, er zou eigenlijk voor de foto nou een groepshug moeten. Ik weet niet of dat de fotograaf dan even, weet je wel? Want dit is toch wel een stap voorwaarts, volgens mij. Ja. En de kracht van deze verklaring is, als ik het, is gewoon dat jullie met z'n allen achter dit plan staan. En dat de toekomst van het MFA dus niet een bom is die onder dit plan ligt, maar dat jullie de strijdbel hebben begraven zo die al opgegraven was. En dat jullie nu samen dit plan ten uitvoer gaan brengen met ergens een stip aan de horizon voor een MFA, waar dan ook. Dat is een samenvatting van wat jullie gezegd hebben. Ja. Wat dan kunnen we nu ook met goed vertrouwen dat plan aan de gemeente geven. Toch? Applaus nog, 1 applaus voor de aanwezigen en dan nu het plan. Ja, ik heb de eer, Bouke, om het te overhandigen aan de afvaardiger van het land van Kuik als gebiedswethouder. De gezamenlijke verklaring ondertekent het origineel 9 maart. Dat mag ik aan je geven. En de overhandiging van het plan van ons allemaal. En dan natuurlijk, mevrouw de wethouder, de vraag. Even met z'n allen gaan, toch? Oh ja, toch eerst de foto dan, hè? Ja, 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 zeker. Ja, wel lachen, hè? Mevrouw de wethouder, wat gaat er door u heen op dit moment? Nou, ik kwam hier binnen en ik was eigenlijk best een beetje zenuwachtig. Want ik had niet verwacht dat hier vanavond zoveel mensen zouden zitten. Dus grote complimenten aan iedereen hier achter de tafel die zich daarvoor ingezet heeft. En voor u als betrokken inwoners uit Vierlingsbeek en Groningen. En ik dacht eerlijk gezegd ook, oh wat ben ik trots dat ik gebiedswethouder van juist deze 2 dorpen ben. Want morgen vroeg kan ik natuurlijk met dit plan en deze samenwerkingsovereenkomst vol trots naar het college. Want het is echt een enorme stap
voorwaarde, denk ik, voor de dorpen hier, dat de neuzen dezelfde kant in staan. En daar mogen jullie echt bijzonder trots op zijn, met z'n allen, dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen. Complimenten. En voor de, ja, we weten allemaal hoe het werkt. Het is niet zo dat u nu dit plan van A tot Z helemaal gaat uitvoeren en helemaal gaat financieren. Maar de enige manier om als dorp dit soort dingen te bereiken is te laten zien en te laten voelen dat je met z'n allen hierover mee hebt gedacht en dat je met z'n allen hieraan trekt. Dus wat hier vanavond gebeurde en wat er in het plan staat, dat moet u wel vertellen tegen de rest van het college. Nou, wat nog leuker is, er werd net heel terecht kritisch gevraagd van, goh, ja, wordt dit zo'n plan wat dadelijk in een la gelegd wordt en niet meer naar gekeken? Nou, dat kent u de mensen hier achter de tafel nog niet. Volgens mij ben ik in geen enkel van mijn dorpen zoveel geweest als in Vierlingsbeek en Groeningen. En dat ligt eraan dat er hier gewoon een hele actieve groep staat die graag betrokken wil worden. En het ook niet laat gebeuren dat ik het in de kast zou leggen, al zou ik dat al willen. Om een voorbeeld te geven, ik kwam hier de eerste keer als gebiedswethouder. En toen wilden ze een enquête gaan doen over wonen, want het moest duidelijk worden welke woningen waren, was behoefte aan. Ja, zei Noah, dat hebben wij al lang gedaan. Die enquête is al weg. Ik zei, ja, maar staat er dan wel in waar wij iets als gemeente mee kunnen? Ja, zegt hij, dan lossen we daarna wel op. Maar die enquête is al weg en we hebben al superveel aanmeldingen. Dus nou, toen dacht ik, ja, dan moet ik maar meteen acteren als gemeente. Dus toen hebben we er maar meteen voor gekozen om de projectontwikkelaar bij zijn tafel te zetten. Van ja, jongens, de enquête is hier al lang gebeurd. Begin maar meteen verder te bouwen aan de plannen. Dus je ziet hier echt een groep die ontzettend hard werkt om ook plannen te realiseren. Dat zie ik in niet veel dorpen zo actief gebeuren als hier. Dus dat is echt leuk om te zien. En je ziet ook dat dat iets doet met de gemeente. Want ik zag achter in de zaal mijn collega Bart zitten, die zich bezighoudt met onderwijs en gemeenschappelijke accommodaties. Gebiedsmakelaar José zit hier voorin, mijn collega Willem zit hier voorin. Dus het gaat ook bij de gemeente niet onopgemerkt voorbij dat er hier een actieve gemeenschap zit. En het is een dynamisch document, het is nooit elke dag hetzelfde. Ik vond het wel heel leuk wat die jonge leerlingen zeiden. Hè? We hebben wat oneenigheid gehad en hoe lossen we dit nou samen op? Dat komen we bij de gemeente natuurlijk best vaak tegen, want niet iedereen in deze zaal wil exact hetzelfde. Kan ook niet. Maar samen komen we er zeker uit en gaan we bouwen aan een mooier Vierlingsbeek en Groeningen. Dank u wel. En, wat zegt u? Binnenkort hebben we weer een afspraak. Oh, ja, die zit er bovenop, dat weet ik wel. Maar het is ook een hele leuke wethouder, dat had ik ook al gezien. Ja. Mocht u de handen aan voeten willen geven aan die liefde voor Vierlingsbeek, mevrouw daarachter wil haar woning misschien nog splitsen. Dus dan kunt u in Groeningen, als u die regeltjes nou... Snap je? Ja? Nou, even nog een paar dingen. Er staan nog kavels te koop, hè? Dus het is niet dat u hier niet kunt komen wonen als u dat wil. Ook levensloopbestendige woningen kunnen gewoon gebouwd worden hier in het dorp. Dus voelt u zich daarin niet geremd om een kavel te kopen. Dus er zijn gewoon mogelijkheden, maar we zorgen ook dat er plekken bij komen waar u gewoon kunt bouwen. Dus maakt u geen zorgen, die komen er echt nog wel extra bij. Helder, dank u wel. U blijft nog even hier om na te praten, ook zo meteen.